Mr. Alex, welkom terug bij Kickforce Productions 12 Steps to Become an Urban and Vertical Farmer in samenwerking met de Association for Vertical Farming. Association for Vertical Farming, yes! Je zal verwachten, dus om de sfeer goed te brengen. Nee, Alex, je bent nu bezig aan Urban and Vertical Farming, maar wat is uw achtergrond? Wat heb je gestudeerd? Wat zijn uw ervaringen voordat je begon? Ik heb geen ervaring in Vertical Farming, echt compleet niets. Ik ben optometrist nog altijd, part-time. Dat heb ik ook gestudeerd. Dat is eigenlijk mijn vooropleiding eigenlijk. Ik heb ook nog een opleiding erna gevolgd van Chinese kruiden. En Chinese medicinaal en zo. Hey, self-help. Twina ook nog komen en dergelijke zaken, dus daar ben ik ook nog mee bezig. Dus gezondheidszorg zit er wel in bij mij, zo. Ja, vind ik wel tof. En dat is ook een deel van uw achtergrond, die gezondheidszorg, en dat wel zo bij, dat, bij je project? Eventueel inderdaad, op lange termijn zie ik dat zeker als mogelijkheid, ja. Ja. En toen dat je begon met die vertical farm, of met die stappen om vertical farm te bouwen, wat is het eerste echte dat je zo moet leren hebt? Heb je research gedaan, wat was het eerste research dat je gedaan hebt? Technieken, hè. Ja, ga ik NFT doen, deepwater, drinkelsysteem, aeroponics, aquaponics. Wat ga ik er nu van doen? Ik was al redelijk, in het begin al redelijk zeker van ik ga kruiden doen. Ik ga dus geen tomaten of zoiets gaan doen. Dat was ook het makkelijkste, omdat ik ook al geen voorkennis had in die dingen. Dus, ja, dat was het begin eigenlijk, hè. Gewoon techniek eerst gaan bekijken, wat dat bij mij het beste paste. En ook niet te moeilijk ook, want als je direct zo met aeroponics begint, dat is serieus wel problemen aantrekt op die manier. Waar haalde hij je informatie en hoe blijf je up-to-date over alle nieuwe dingen in de wereld van de urban and vertical farming? In het begin had ik op internet gaan zoeken natuurlijk. Gewoon Google. Google, ja, inderdaad. dan hadden ze wat meer naar boeken ook. Onder andere Plant Factory heb ik toch redelijk wel van uitgehaald. En hadden meer bepaald ook naar research gaan kijken van vertical farming en hoe dat die dat doen en wat de uitkomsten daarvan zijn. En dan belangrijkste connecties. Hè. Echt mensen gaan opzoeken en daar gewoon zoveel mogelijk naar luisteren. Workshops volgen van een new economy. De laatste workshop was van aquaponics, dus daar kan ik wel veel van gebruiken ook. En daar leerde weer mensen kennen die dan iets anders doen en die dit dan doen en die hebben dan een ander substraat of weet ik veel wat. En ze leerden bij. Dat is echt een traag proces, hè. Dat is wel frustrerend soms, maar het is wel. Het is goed dat het traag gaat soms. Dus, als je zo snel in iets begint, plug and play of zoiets, je kunt dat kopen. Hè. Dat was het initiële plan. Zo'n container kopen en gewoon beginnen. Maar waarom zijn je ervan afgestopt? Weet je wat zo'n container kost? Dat is al direct een standaard container, dat is al 60.000 euro kwijt. Ja. En dan weet je nog niet eens of dat het iets gaat worden. Ja. Dat is toch al een vrij grote initiële kost. Zonder echt te weten van, gaat iets opbrengen ja of nee. En ook die getallen die ze presenteren, dat is vaak te positief naar wat de realiteit echt is. Ja. Ik heb het ook nog nooit in werking gezien van die containers. Echt zo, je kunt dat volledig automatiseren en dergelijke zaken. Ik heb dat nooit fully operated gezien. Ja. Dus dan had ik ook zoiets gelegd, zo een smak geld neer. En dan moet je maar op hun woord geloven dat dat gaat. Had ik wel moeilijk mee. Ja. Maar ik denk wel dat ze het goed doen, zo, maar... Jij wilt gewoon de tragere opbouw en dat je echt gewoon traag kent. Beginnen, mijn macht wel leren kennen en de mensen wel leren kennen. Die er interesse in hebben. En stel dat ik dan daarmee groei, kan ik het nog altijd doen. Hè. Ja. Het ene sluit het andere niet uit. Zijn er bepaalde blogs die je ook volgt om
of websites? Of, ja, die van Aquaponics, Fascia Aquaponics, volg ik. Wat is dat, Fascia Aquaponics? Ja. Ja, Fascia Aquaponics, ja, die is zo genoemd. En dat is wel de aquaponie in België eigenlijk. Die zijn meest bekend ook, denk ik. Het ook backyard aquaponics of backyard gardening of zoiets. Dat weet ik niet meer zeker, niet aandacht van. Met zo'n aantal fora die ik wel volg, ja. Ja. Doe je dat wekelijks of maandelijks eerder? Bij als ik het nodig heb. Als ik echt zo van, oh shit, ik weet dat niet. Dan ga ik wel een keer gaan zoeken. Ja. Hoe heb je de voorbije maanden gezegd, je komt vanuit dat medicinale, die zorgsector. Ja. En dat was ook de initiële insteek. Hoe is dat geëvolueerd, wat dat je wou groeien en hoe dat je... Well, zoals ik al gezegd heb, ik had eerst een heel businessplan gestaafd op onderzoek en statistieken en dergelijke zaken op basis van medicinale kruiden. Dat wou ik eigenlijk doen. Maar als je dat in de hele in de markt... Dat ik het gezien had, dat ik mijn plaatsje op die markt ging doen, zou ik de groeier zijn en dan moet dat... Ja, dat moet dan verwerkt worden, dat moet dan nog eens onderzocht worden dat de kwaliteit nog goed is. En tegen dat dat bij de eindconsument komt, zijn er toch meerdere stappen weg. En voor ja, lokaal te doen, moeten die stappen echt wel korter worden. Hmm. Want tussen elke stap ja, verlies de marge. Dus dat betekent dat jij het minst verdient, het meest werkt. En uiteindelijk, ja. Is dat de dag vandaag gebeurd met veel boeren? Ja, ja. En ik denk dat dat een misstap is geweest. Ik heb er veel uit geleerd. Maar ja, dat ga ik dus niet meer doen. Ja. Maar medicinaal zit nog altijd in mijn achterhoofd, ja. Maar gewoon eerst makkelijk beginnen. Gewoon culinaire kruiden eerst. En dat is echt hoe je het gekozen hebt, je crops die wilt groeien, je gewassen. Hè. Nu heb ik makkelijke crops gekozen. Ja. En hoe weet je dat ze gemakkelijk zijn? Ah. Je moet eerst gaan kijken in de klimaat dat je ze wilt groeien. Bijvoorbeeld voor tijm, bijvoorbeeld, zeg nu maar iets, is er ook een wintervorm van tijm. Dus ja, dat is al ideaal als je in koud water wil gaan groeien of in een koudere klimaat. Verder moet je ook gaan bekijken of zo'n plant wel geschikt is om in mijn systeem goed te kunnen groeien. Hè. Te gaan de hele tijd in het water staan, dan kan zo'n plant daar wel tegen. Dus dat moeten we wel een beetje gaan bekijken. Ja. Hmm. En verder zie je ook gewoon, al die mensen op dat voor hebben zulke kruiden gekweekt, dat ging goed. Dus ja, dan, is dat, dan gaat dat bij mij ook lukken. Ja. Dus, en nu heb je dat onderzoek gedaan en nu in de volgende maand ga je bij het testen dat het effectief zo is. Ja, ja dat gaat trial and error zijn. Ja. En jij zei er net ook dat je al een businessplan geschreven had. Ja. Is die... Had dan ook een businessmodel volledig uitgewerkt? Ja, grof werken. Grof uitgewerkt, ja. En daar zijn je nu volledig van afgestapt? Of, Ja, eigenlijk wel, ja. En heb je nu een businessmodel in gedachten, hoe dat je het ziet? Nee, omdat ik eerst wil weten hoe dat systeem dat gaat doen. Omdat ik vind dat ook zo raar om dat zo theoretisch te gaan benaderen, want je weet eigenlijk niet wat dat gaat hebben. Ja. Want nu, met die vissen ook, ik weet ook niet... Allee, wat dat er gaat uitkomen op die setup, met dat klimaat. En je weet dat gewoon nog niet. Ja. Ik vind het al raar om zo'n heel plan op te stellen, terwijl je nog niet weet wat je gaat hebben. Ja. Gaat naar een brasserie of een restaurant of zoiets, en dan gaan vragen van welke kruiden dat zij nodig hebben of zo. Is het al leuk dat je zoiets hebt van, kijk, dat kan ik maken voor je. Ja. En dat proeft zo, en dat is zo. En kan dat misschien beïnvloeden met bepaalde variabelen te veranderen? Dat zijn toch dingen dat je wil weten voordat je naar zo iemand stapt. Dat is waar. Dus je kunt dat doen, hè? Maar ik heb dat gedaan en dat is totaal niets. Niet totaal niets, maar dat is een beetje weggegooide tijd geweest. Ja, het was een leerproces. Ik heb er wel iets van. Ja, voilà, het is een leerproces geweest, dus ik heb er wel iets van opgehaald. Maar ik vind het gewoon jammer. Ik had het gewoon nu direct zo. Als ik het nu doe, voelt het veel beter aan. Ja. Ben ik hands-on bezig. Want zo, ik heb er zeker 3 maanden voor de computer gezeten en mensen zitten te bevragen. Dat is niet zo leuk, hè. Ja. Als het alleen maar dat is. Tenminste. Gekoppeld aan dat businessplan, heb je waarschijnlijk ook de marktonderzoek wat gedaan. Hoe heb je dat gedaan? Ik ga gewoon gaan bevragen, mensen gebeld. Ja, ook. Ja. Sowieso statistieken gaan opzoeken. De tendensen wel van de markt gaan bekijken. Dat kunnen we wel opzoeken. Dat is niet zo makkelijk, maar je kunt dat wel vinden.
En de beste manier is gewoon inderdaad gaan rondvragen. Hè. Dus ik heb een enquête opgesteld en eerst opgestuurd, niets van teruggezien. Ik moet eerlijk toegeven, ik ben ook wel zo. Als ik zo'n enquête toekrijg en het interesseert mij niet of het ligt mij niet helemaal, ja, ik kijk daar niet naar. Dat gaat direct in een prullenmand. Dus dan dacht ik van ja, als ik echt die antwoorden wil, moet ik echt wel gaan rondgaan. En dat is niet zo, dat is echt niet wijs eigenlijk. Zo, want mensen zien u ook aankomen en je zegt van, mag ik wat vragen stellen? Van, oh, die gaan mijn tijd inpalmen en zo. En je voelt dat ook, dat mensen daar meestal niet zo super voor openstaan. Dus je daar op straat wordt tegengehouden en zo. En ja, die mensen zijn bezig met hun dagelijkse routine. En jij komt daar zo, ik heb vragen over Vertic Formula. Ze kennen dat meestal ook niet, of het is vrij nieuw, en wat is dat? En, ja. Dus dat is, je moet dat wel doen, maar het is niet zo leuk. Ja. Ja. En nu zijn we niet meer echt bezig met marktonderzoek? Nee, omdat ik eerst aan het, ben iets aan het creëren en ik weet nog niet hoe dat eruit komt. Dus ik moet eerst zien wat dat product wordt. Ja. En wat ik ermee ga doen ook. Hè. Want u weet, zei ik in één keer van, ja, weet je, ik ga dat toch verwerken. En dat gaan we gaan verkopen. En dan zitten we misschien op een andere markt bezig. Dus ik weet dat gewoon nog niet. Partners en concurrenten of competitors. Hoe ziet u dat? Het is nog een heel kleine markt. Maar hadden ze wel concurrenten of mogelijke partners tegengekomen in de voorbije 7 maanden? Waarom zeg je zo'n kleine markt? Vertel verder. Ja, uw markt bestaat altijd onder directe concurrenten en indirecte concurrenten. Die indirecte concurrenten zijn waar de klanten eigenlijk nu hun producten vandaan halen. Ja. En daar zijn heel veel alternatieven voor. Hè? Dus stel dat iemand, of ja, iedereen is zo, hè, dat je op je budget moet letten of dergelijke zaken. Of kan je niet schelen van waar dat product komt. Dus er zijn er waarschijnlijk heel veel. Maar ja, je ziet dat wel veranderd. Hè? Maar dan gaat het misschien toch eerder naar het... ja, nou, wat direct bereikbaar is, hè. Supermarkten en dergelijke, gaat ook kruiden gaan halen. Hè. Mm. Dus dat zijn indirect concurrenten, maar dat is wel een vrij grote macht. Hè. Ja. En de indirecte concurrenten zijn dan de producenten van kruiden op dit moment? Ja. Ja, ja sowieso. Ja. En heb je al tegen die mensen gesproken? Nee, nog niet. Maar het is niet zo moeilijk om die op de kaart te zetten. Hè. En zou je zien daarom ook een mogelijke samenwerking mee, in plaats van concurrentie? Of, Dus te zien wat dat ook mee wil doen. Hè. Ik bedoel, als je inderdaad kruiden produceert en je wilt dat voor de locals gewoon doen, ja, dan moet je dat denk ik wel wat gaan doen, inderdaad. Maar stel dat jij zegt van, ik wil daar een andere kant mee op, dan is dat misschien niet zo'n probleem. Het is echt te zien wat we ermee willen doen. Mm. Vertical farming is zeer breed. Dat hoeft niet met kruiden te zijn. Je kunt daar veel dingen mee doen. Hè. Hetgeen dat uit mijn systeem gaat komen, ik weet nog niet wat dat gaat zijn. Hè. Dat kunnen kruiden zijn natuurlijk. Maar wie weet zei ik van, oh, dat is ook wijs. En dat teelt daar veel beter op. Mm. Dat is misschien gedaan met kruiden. Hè. Mm. Ik weet dat gewoon niet. Daarmee dat ik het zo nog niet op dit moment verstandig vind om echt al marktonderzoek te gaan doen, omdat ik nog niet weet welke markt ik wil gaan bespelen. Mm. Dus op dat moment, ik zie eerder van beter rustig en goede beslissingen nemen, dan snel en direct die markt gaan veroveren, wat dat waarschijnlijk toch niet realistisch is en waarschijnlijk toch op hun bek gaan wel. En ziet u nu al partners bijvoorbeeld? Het Urban Smart Farm waarmee dat gevoel... Ja, dat wil ik sowieso wel een partner in zijn, inderdaad. Maar in welke vorm, dat staat nu nog niet echt vast. Hè. Dus ik heb daar nog nauw contact mee nu. Dus als ik iets niet weet, of, die helpen mij wel. Dus dat is zeer positief. Dus ik zie die echt wel als een partner. Mm-hmm. Maar partners heb ik wel voldoende. Zo. Like het punt, of de punt is liever. Die helpen mij ook van tijd tot tijd om zo wat te sturen. Als stad Gent op zich ook wel zo. Like, starterslab. Startersfabriek is nu. Ja, starterslab bestaat ook. Maar die mensen staan echt wel op. Die helpen nu ook wel op gerichte vragen en zo. Dus er zijn wel partners genoeg te vinden in Gent. Het enige wat ik het moeilijkste vind is een dichte partner waar dat mee effectief gaat samenwerken. Ja. Zo
Zo, iemand die samen met u dat concept wil gaan dragen en verder zetten, want het alleen doen... Ja. En hoe ziet die ideale partner eruit? Nee, als... Ja, die moet een aanvulling zijn op mij, hè. Ja, ik geloof dat ik wel toch creatief kan denken, dus zo van die dingen in elkaar steken zo graag. Ik ben ook wel graag met mijn handen bezig. Dus zo van die nieuwe concepten ontwikkelen en dergelijke, dat vind ik wel juist. Maar zo Facebook doen en al, en die ja, boekhouding tot daar en toe, maar dat is ook niet echt mijn favoriete. Maar ik heb eigenlijk iemand nodig die zo wat meer engagement toont en in imago. En ja, ja. Zo van, kijk, dat zijn wij, dat doen wij. En dat ze ook aan de man brengen. En zo iemand heb ik echt nog nodig. Ja. Dat ze dat systeem niet willen meedoen, tot daar en toe. Dat doe ik wel zelf dan. Maar gaat dat niet automatisch komen? Vanaf dat het klaar is, dan komt er iemand van, dit kan ik verkopen. Ja, op zich wel. En dat zei ik ook, hè. Als je zo naar die workshops gaat, en de meeste mensen verschieten dan al van, ik heb dat al kunnen doen. Dus ja, ik leer wel mensen kennen, dus ik denk wel dat ik wel toch zo iemand ga leren kennen die dat ook wil doen. Maar dat gaat niet voor direct zijn, denk ik. Ik heb er zo al tegengekomen, hè. Ik denk dat het nog wat te vroeg is, maar... Het zou wel van pas komen, hè? Een partner nu, die kan me toch wel wat helpen. Mm. Op dit moment in de Facebook, ik heb al de naam en zo, dus dat ligt al goed. Ik heb mijn website die ik relatief snel heb opgestart. Maar dat staat daar nu, hè? Ik zit daar nu echt niet meer naar te kijken. Mm. Dus eigenlijk zou ik ook een blog moeten doen om mijn vooruitgang zo inderdaad naar de mensen te brengen. Maar ik heb daar nog geen tijd voor. Wij zijn een blog voor u. Ja, waar ik nu zit is een soort ateliertje dat ik gehuurd heb. Hè. Dus dat was inderdaad ook nog een struikelblok. Waar ga je dat beginnen? Mm-hmm. En locatie is niet zo gemakkelijk als je daar nog niet zo een groot budget wilt tegenaan gooien. Dus dat was wel wat zoeken. Dus dat is echt puur toevallig dat ik hier terecht ben gekomen. En dat ik dat heb mogen doen daar. Mm-hmm. Dus daar heb ik wel een beetje geluk mee gehad. Dus moest ik dat niet gehad hebben, had ik wel een probleem mee. En dat is gewoon een leegstaand tuin? Dat was leegstaand. Dat was vroeger een tuin, ding, kot, ja. ik zag daar wel potentieel in. Dus, met isolatie en al is dat toch nog relatief mooi geworden. Mm-hmm. Maar relatief weinig kosten en daar is gewoon... Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat was wel nodig. De chauffage werkt wel niet echt. Nee, dat is baan. Dat wist ik niet op voorhand. Maar goed, ja, elektriciteit en al zit er wel in. En later kan ik aftappen. Ja. Dus dat waren de twee belangrijkste zaken voor mij. Dus verwarming, ik weet nog niet of dat ik het ga nodig hebben. Is ook zoiets. Ga ik het koud klimaat of niet? Ja. Maar de zomer komt eraan dus. Ook al. Warmte zal wel goed zijn. Maar ik denk wel dat ik een vuurkruis steek, toch? Gewoon voor sommige kruiden, zeker in het medicinale gebeuren, denk ik dat je toch beter een warm klimaat neemt. Ja. En ook mocht ik toch versteeld willen doen, met een warmer klimaat gaan die vissen veel sneller groeien. Ja. Meestal kruiden rond 20 graden, dus ook toch. En voor 20 graden? Ja. Maar die hebben wel iets bredere water, de marge. Hè. Ja. Je hebt die een grotere marge hebben, je hebt er die een kleinere marge hebben. Maar ik bijvoorbeeld dat de forellen is ook rond de 18-20 graden. Ja. Stap 10 gaat over het financieren van je farm. Welke funds gebruikte en hoe gaat het daarom? Waar heb je het gehaald? Ja, funds is nog een andere. Daar ben ik wel al wat gaan over informeren inderdaad. Van hoe moet je dat nu gaan doen? Wat zijn de mogelijkheden? Daar heb ik nu al een redelijk overzicht van. Dat is ook niet zo... Ja, op zich... Je moet naar de juiste dingen gaan en dan is het makkelijk. Maar om eerst te gaan zien, is een schoon overzicht van wat er allemaal is. Alleen is dat moeilijk te vinden. Als je naar mensen stapt, is dat relatief makkelijk. Ik ben klein begonnen met ook een relatief... met een logisch... het is gewoon logisch, klein begin. En dat heeft natuurlijk wel een positief iets mee dat je het in het begin gewoon zelf kunt vinden. Dus wat daar nu allemaal in zit, is allemaal spaargeld. Mm. Nu sowieso, als je iets wilt beginnen met onderneming, ja, moet je zelf wel een bepaald bedrag kunnen leggen. Anders moet je niet beginnen.
Dus als je in het begin niet eens, ik zeg maar iets, een paar duizend euro's ervoor over hebt om het zelf uit te financieren ook een deel, denk ik dat je niet, denk ik dat het heel moeilijk zal worden om iets te beginnen zonder dat je zelf ook wat kunt inbrengen. Mm-hmm. Want het wordt meestal wel gevraagd, ook bij leningen en dergelijke. Hè. Deels voor know-how of zo, dat je kennis erin steekt en dat dat dan je input is, maar vaak is dat wel in gelden. Hè. Dus dat doe ik nu eigenlijk. Ja. Voorlopig is dat ook nog niet nodig, hè, omdat zo op, ik heb nog geen tienduizenden euro's nodig. Ik ga eerst zien wat dat ervan gaat komen. Hè. Dus nu vooral eigen geld en de toekomst. Ja, maar kijk, nu moet het zien. Ik ga dan nu een jaar. Ik heb mij een jaar de tijd gegeven om er iets van te maken. En dan zien wat het is. En dan de volgende stap gaan bekijken van ga ik het uitbreiden of is het misschien toch niet gelukt zoals ik het wou en dan moet ik daar lessen uit trekken en zien wat ik, of ik er zelfs verder mee ga. Ja. Zo realist moet het dan ook weer zijn. Dat is waar, dat is waar. Ja. Het is allemaal wel mooi en wel, maar het moet wel opbrengen. Zijn er wetgeving dat je mee moet rekening houden? Heb je wetgeving moeten opzoeken? Hoe zijn je daarmee omgaan? Wel, ja, je moet dat wel even opzoeken inderdaad, want het is niet zo dat je iets mocht produceren en gewoon te verkopen. Dus dat moet wel gecontroleerd worden of het goed gebeurt. Dus daar hebben we sowieso wel een vergunning voor nodig. Moeten bij de stad Gent, landbouw, die komen dan kijken hoe dat je die kruiden of ja, je voedsel eigenlijk, het is voedselproductie, hoe dat je dat produceert. Dus daar hebben we sowieso een vergunning voor nodig. En dat verwerkt. Ja. Dus de omgeving wordt gecontroleerd en ook de output. Dus daar hebben we wel vergunning voor nodig, ja. En hoe heb je dat onderzocht? Gewoon internet ook? Startersfabriek. Startersfabriek. Daar hebben we bij geholpen. Ja. Dat is altijd handig. Ja, ze hebben een startersfest gedaan en daar ben ik naartoe gegaan. En daar heb ik echt wel op één dag heel veel bij geleerd. En dan is het ook de durf, of durf, ja. Voor mij is het altijd wel zo'n stap dat je moet zetten van je moet naar die mensen opstappen. Hè. Van ga daar naartoe, dat is mijn agenda en dat wil ik doen. En dat is ook al zoiets van ja. Het is niet zo veel voorkomend. De meeste mensen kennen dat ook nog niet zo goed. En dus van, wat is dat? En dat laat zich ook vertalen naar de protocollen in de stad Gent ook. Hè? Want zit jij in landbouw? Eigenlijk ook weer niet. Je zit zo ergens in een nieuw domein waar dat ze zelf ook een keer moeten over nadenken. Van, ja, wat is dat eigenlijk? Ja. En in het begin gaat dat niet gemakkelijk zijn. Hè? Ik denk dat dat nu al zo wel verbeterd is, maar het is nog altijd zo... Dus dat is niet zo, ja. Daarvoor heb ik ook niet een partner nodig, dat ik nog mensen zo schip in de weg kan geven. En, maar de smart farm is ook een beetje die weg aan het plaveien samen met die foto's. Voilà. Dus ik ben wel blij dat die mensen er zijn, zo, want die zien het ook al wat groter dan mij nu. Zeker urban crops. Maar dat is goed hè, dat die er zijn, want die mikken heel hoog. Dus dat laat een andere markt volledig open. En die inderdaad met die reguleringen en zo. Ze zijn allemaal aan het bekijken. Dat is goed. Samen met de Association for Vertical Farming. Zeker die niet vergeten. Zijn we aangekomen aan de laatste stap. En die stap is van wat zou jij van raad geven aan beginnende urban farmers? Welke raad zou jij geven aan Alex 7 maanden geleden aan het kampvuur? En over de stap dat hij zou moeten nemen, of iets anders dat hij zou moeten nemen. Dat is een moeilijke natuurlijk. Een moeilijke. Feiten zouden de kennis nodig hebben dan dat ik nu al weet in het begin. Ik denk het eerste wat ik zou doen, moest ik nu terug mogen gaan, is direct een goede mentor zoeken. Die je daar wel in leidt. Want, dat je iemand hebt dat je kunt bellen van ik zoek dat, waar kan ik dat vinden? Dat spaart je zoveel tijd uit. Dat is echt niet normaal. Ja, nu heb ik dat zo. Een paar mensen die zo... Wie zijn dat allemaal? Kenny waarschijnlijk? Kenny is er sowieso één van. En Valentijn van Aquafossie. Moet die vandaag nog bellen trouwens. En Rado. Die zijn PhD doet. Je zegt, begin de mentors. Dat is sowieso een van de dingen die prioritair moeten zijn.
En ten tweede is, ik zou me nog niet te veel bezig houden, maar echt die markten en zo, probeer je eerst zo snel mogelijk een setup te bouwen. Ja. Dat je weet wat je kunt en dat je weet wat je in handen hebt. Ja. En dan gaat het veel sneller of makkelijker gaan om zo'n plan op te starten. En de keer dat je zo ver bent, je hebt zo je product, zeg maar, en daar staat achter. Oké, dan moet je goede partners gaan vinden in, om je te laten begeleiden, want je kunt onmogelijk alles weten, in het maken van een businessplan. Want ik heb dat ook zelf gedaan. Veel opzoekwerk moeten doen. Ja, er zijn mensen voor. Ja, echt waar, er zijn daar gewoon mensen voor. En je kunt dat in de beginfases nog... Ja, zelfs gratis in, bijvoorbeeld bij de punt, zij helpen nu echt wel op weg. Mm-hmm. En een keer dat op weg bent, dan kun je met consultancy beginnen. En dan moet je zien hoeveel dat er voor over hebt om daar wel voor te betalen. Maar ik denk wel dat dat een goed idee is. Hè? Wat je ervoor betaalt, je wint sowieso in tijd. Hè? Dat is echt niet te doen. Mm-hmm. Dus tijd is op zich ook wel financieel een ja, dat is ook, kost ook geld. Ja. Dus je moet dat een beetje zo zien. Tijd heeft waarde, for sure. Ja, tijd is een waarde, wel. Dat zocht ik eigenlijk. Ja. En dan moet je ook zo mee omgaan. Dus als je iets veel sneller kunt doen door wel iets meer uit te geven, dan zou ik dat sowieso doen. Moet je daar allemaal niet te moeilijk in maken ook. Ja, echt waar. Maak het je makkelijk, zo makkelijk mogelijk maken. Ja. Alright. Even merci voor het interview, Alex. En de rondleiding in de farm. Graag gedaan, graag gedaan. Ik vind het super interessant om te zien wat jij eigenlijk meegemaakt hebt in de laatste 7 maanden. Het is echt, het heeft super veel bijgeleerd. Ja, super interessante visie. En kijk op de dingen. Heb je het goed nagedacht erover? En, ja, logisch nadenken. Dat is het beste dat ik kan doen. Ik ben echt benieuwd hoe je in de volgende 6 maanden, de volgende 7 maanden gaat proberen. Ik ook. Dan maak ik het terugkomen. Is goed. Check.